is een Haarlem 105 special. Welkom bij het Bloemencorso 2016 met het thema Flowers en Fashion. Het gezicht van de lente, zo wordt het Bloemencorso van de Bollestreek ook wel genoemd. Met de prachtige gekleurde bloemen en de heerlijke geuren. Narcissen, tulpen en hyacinten, we gaan ze weer allemaal voorbij zien komen tijdens de 69e editie van het Bloemencorso. Meneer, hoe lang staat u hier al? Een half uurtje, denk ik. Net voor de Stoet King vertrekken. En hoe is het sfeertje hier? Het sfeertje is prima, mooi weertje erbij. Dus kan niet op. Beter kan niet eigenlijk, hè? Nee, dat zegt daar wel. En ik vind het leuk om te zien. Ik heb er niet zoveel ervaring mee met bloemencorso's. Ik kom oorspronkelijk uit Tiel en daar hebben ze een fruit- en oogstcorso. Oh. Dat is totaal anders dan dit. Ik had hetzelfde verwacht, maar dit is totaal anders. En hoe is het anders? Ja, het is kleurrijk. Het is, ik vind het wel mooi. En het ruikt zo lekker. Die is in te ruiken. Heerlijk, zo lekker, fantastisch. Van 20 tot en met 22 april zijn de praalwagens gestoken in de Klingenberghal in Sassenheim. Via een link op de site van de Bloemencorso kon je live meekijken via webcams met de vorderingen van de opbouw van de wagens. Maar wij van Haarlem 105 hebben ook een kijkje genomen in de hal. Bloemencorso 2016. Zijn jullie er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Er wordt ontzettend hard gewerkt op dit moment om er weer een heel mooi corso van te maken. Het is nu donderdagmiddag. In de loop van de avond zijn de eerste praalwagens klaar. En rond middag staat alles er heel mooi bij. Het is inmiddels een hele geoliede machine geworden, onze hele corso-organisatie. En we zijn natuurlijk altijd afhankelijk van het weer en de bloemenkwaliteit en noem alles maar op. Bloemenkwaliteit is dit jaar totaal geen probleem. We hebben echt ideale bloemen, ze kunnen kiezen wat we willen. Het weer hebben we niet in de hand. Het schijnt van het weekend niet helemaal mooi weer te worden. Maar nogmaals, dat is het enige wat we niet in de hand hebben en dat zal iedereen dan ook begrijpen. En het thema is Flowers and Fashion. Weet u al wat u aan gaat doen? Ja, dat weet ik. Ik heb uiteraard een mooi nieuw pak gekocht. En ik heb hele speciale, bijzondere schoenen waarvan maar één paar van is in de wereld. Dat zijn echt tulpenschoenen in de kleur blauw. Dus daar heb ik mijn pak uiteraard op af moeten stemmen. Maar dat heeft iemand persoonlijk voor mij gemaakt. Dus ik ben echt helemaal in de fashion. Hartelijk dank voor uw reactie. Ja, heel graag gedaan. Bedankt voor jullie belangstelling. Geniet ook van het corso. Gaat het lukken inderdaad? Ja, absoluut. Het lukt elk jaar weer. Het is elk jaar weer even een race tegen de klok, maar dat gaat zeker goed komen. Ja. Want wat zijn daarin nog de grootste uitdagingen? Ja, het is altijd het aantal vierkante meter hyacinten steken. Dat is wel echt even een punt waarvan je denkt van ja, daar gaat gewoon ontzettend veel tijd in zitten. Dus ja, dat is best wel even aanpoten. Maar ook dat komt goed, elk jaar weer. Hoe gaat het met de handen? Hoe gaat het met de vingers? Pleister op de duim. Dat is, de vingers zijn ook helemaal zwart. Helemaal zwart. Hey!
knikt. Ja! Hoeveelste keer is dit dat jullie erbij zijn bij het Bloemencorso? Zo. Voor jou de 20ste? Nou, niet voor mij de 20ste. Okay. Maar, voor de scouting? Ja, nee, wij helpen altijd met het uitdelen van bloembollen aan omstanders, zeg maar. Ter promotie van Sassheim. En omdat we voorop lopen, dan bouwen we snel de vrachtwagen om. En dan hebben we de beste tribune. Wat vond jij de mooiste wagen? Weet ik niet. Weet jij het wel, wat je de mooiste wagen vond? Die van Angry Birds, die film. Super leuk! Blijf je een beetje warm natuurlijk door alle bewegen? Ja, ja, we hebben dikke kleding aan, dus het komt helemaal goed. Je bent de hele dag natuurlijk aan het dansen. Heb je al lasten van je spieren? Nou, alleen mijn tenen die leven niet meer, maar dat geeft niks. En gewoon lekker door! Ja, zeker! We zullen volgend jaar ook weer een nieuwe korsal voor u kunnen maken. En hier zijn we aangekomen bij de auto van Haarlem 105. Hallo! Hoe gaat het met jullie? Gaat het nog? Je moet me eruit vouwen. We zitten hier al 4,5 uur, hè? Het is niet normaal. Het is lachend een uur uitgelopen gewoon. Maar we gaan het... Het is wel ontzettend... Het is wel gaaf. Is het goed gegaan ook? Ja, alles is heel goed gegaan. En alleen dit loopt... De timing is... loopt gewoon uit. Timing is iets minder. Ja, maar ja, goed. Maar dus na 4,5 uur radio maken met 3 mannen hier, worden we slecht uit de auto gevouwen door ploeg 2. En oh, wat zijn we dankbaar. Hoe lang staan jullie hier al op de wagen? Wij twee staan hier al vanaf Noordwijk, dus dat is 9 uur ongeveer wel. En is het een beetje vol te houden? Ja, het is redelijk vol te houden. Met de regen was het wel even jammer, maar voor de rest, met zonnetje gaat het wel. En het thema is natuurlijk flowers en fashion. Hebben jullie een beetje nagedacht over wat jullie aan moesten trekken vandaag? Nou, onze sport dat is dus voltige, dat is een soort turn op een paard. En dan zou je dus met een wedstrijd zo hebben dan zo'n soort turnpakje aan. Maar dat is nu gewoon echt te koud om dat te doen. Dus hebben we gewoon gekozen voor het trainingspak om die aan te doen. Lekker warm Vesta, gelijk hebben jullie. Nou, we staan hier bij de Haarlemse Bloemenmeisjes. Hoe gaat het meiden tot nu toe? We gaan net beginnen, maar we hebben ontzettend veel zin in. Dus ja. Nou, het ziet er helemaal mooi uit. Dankjewel. Is er goed over nagedacht waarschijnlijk? Flowers en fashion? Ja, natuurlijk. Ons hoofdbloemmeisje heeft er heel erg goed over nagedacht. Ze is naar het Nederlands archief gegaan om al deze jurken op te halen. Ze komen het door de jaren heen. En onze voorbloemmeisjes die hebben ze allemaal al gedragen. Dus nu mogen wij ze nogmaals aan. Zitten jullie hier lekker? Lekker. We komen uit Rotterdam, helemaal speciaal hier van naartoe, naar Sassheim, om ervan te genieten. En hoeveelste keer is dit dat u naar het Bloemencorso? Ja, dit is, we genieten heel erg. Ja. Super. En er is lekker zonnetje natuurlijk. Ja, heerlijk hoor. Een beetje koud was vanmorgen, maar nu is het heerlijk. Daarom genieten we nog even door. Wat hebben jullie lekkere muziek op staan? Ja. Horen jullie dit de hele dag? Ja, hebben we de hele dag op repeat. Ja, die is Boots Are Made for Walking. We zijn van een schoenenbedrijf. Je ziet het op de neus, op de bloemversiering achterop. Alleen maar schoenen. Heb je zelf ook laarzen aan, of niet? Kijk eens. Ja. Oh, wat goed. Wat goed. Weliswaar geen rode, maar toch. Echte schouten schoenen, wilde ik zeggen. Hoe hebben jullie het allemaal voor elkaar gekregen, al die bloemen? We hebben een arrangeur... door het Corso toegewezen gehad. En die heeft dit gemaakt. En de auto is wel van u? De auto is van ons, ja. Nou, het ziet er prachtig uit hoor. Ja. En u heeft een mooi ensemble bij u. Ah. Ja. Zit het een beetje comfortabel hier achterin? Ja, heerlijk. Zeker. Ja. Lekker zonnetje, raampje open. En heb je al een moeie pols van het zwaaien? Wat mee, we hebben net even pauze gehad. Ja, dus ja. Als jij het gewend. Eigenlijk is het niet zwaaien, maar wuiven, hè? Ja, precies. Ja, ja, heel goed.
Wat vindt u van het bloemencorso? Mooi. Ja, ik vind dat wel leuk hoor. Hoeveelste keer is dit dat u komt kijken? Ik zit hier nu zo'n 9 jaar, dus zo'n 9 jaar zit ik al te kijken. En iedere keer is het weer genieten? Ja, natuurlijk. Dat is altijd zo. Gelukkig schijnt de zon vandaag. Ook dat nog, want eerst als het over regen denk ik, dan ga ik op het balkon zitten. Maar dat hoeft niet, dus ik kan lekker buiten zitten. De stoet is nu bijna voorbij. Wat is nou uw favoriete wagen? Ja, die gewonnen heeft. De klompen vond ik echt heel bijzonder. Ja, die vond ik echt heel erg leuk. De echte Hollandse wagen. Ja, en de 3D ook. Hè. Je hebt wel meer tulpen gezien, die waren plat. Maar deze was echt heel mooi. Ja, terechte winnaar. En hoe is het sfeertje hier? Ja, heel gezellig, heel mooi. Iedereen filmen en blij met weer. Dus top, top dag. Flowers and Fashion is natuurlijk het thema hè, van dit jaar. Wat voor fashion hebben jullie aan? Welk jaar komt het uit? Het komt uit het jaar van industrie, dus Leids Laken, toen de lakenhal nog op volle toeren draaide en de laken geproduceerd werd in Leiden. Ja, jullie hebben een ontzettend mooi versierde wagen met een wat is het eigenlijk? Een weefgetouw, dus waar het laken mee gemaakt werd. Het is een replica van wat nog in Leiden staat in het museum. Ja, en daar de sleutels van de stad Leiden. Is het een beetje te doen zo? Ja, zo is prima te doen. Prima te doen, heerlijk. We genieten volop. Als de zon maar blijft schijnen, hè? Dat zou wel fijn zijn. Muziekkorpsen, daar zijn we erg blij mee. Dat was een paar jaar geleden minder, dit is echt super. Zo leuk, die afwisselende korpsen. En het is nu bijna allemaal voorbij gekomen. Wat vonden jullie nou de mooiste wagen? Deze en die Chinese met dat blauw-wit, dat vind ik zo mooi op elkaar afgestemd. Het is echt heel mooi gekozen. Bent u lekker aan het dansen? Heerlijk, prachtig weer, blije mensen. Wat willen we nog meer? Nee, dat kan niet, hè? Dat dacht ik ook. En zo blijven we ook een beetje warm natuurlijk. We gaan helemaal door tot in Haarlem. Het gaat helemaal goed komen vandaag. Ja, goed uit te houden. Zeker weten. Ja hoor, ja, het zonnetje schijnt, dus we zijn blij. Meer willen we niet. Blije mensen, de mooi weer. Helemaal goed. Veel plezier nog. Dankjewel. Zo, jullie zijn een lekker feestje aan het bouwen hier. Heerlijk feestje, lekker. Bloemencorso mag wel wat feest gebruiken, denk ik. Is dit de eerste keer dat jullie hier mee doen, of niet? Nee, dit is alweer de derde. Iedere keer is weer een nieuw feest. Het is echt topdag. Nou, zo mooi dan dat je gewoon een feestje mag vieren hier de hele dag. Ja, mensen reageren lekker op de muziek. We gaan hier los aan de zijkant. Dat is leuk. Je moet een beetje zwaaien. Beetje zwaaien af en toe. Beetje zwaaien. High five. Ja.